Dames en heren, goeie avond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen KAA Gent en Oud-Heverlee Leuven. Eindstand 1-1. We zijn uiteraard benieuwd naar de reacties van de beide trainers. En we gaan er meteen mee starten. We starten eerst met de analyse van trainer van Oud-Heverlee Leuven, Emilio Ferreira. Graag jouw analyse van de wedstrijd. Dank u. Over het spel ben ik natuurlijk heel content. Gent heeft heel moeilijk gehad, vind ik. Normaal gezien zijn ze hier gewoon om enorm veel druk zetten. Veel kansen te creëren. Op een bepaalde manier, op een bepaalde stramien. Je ziet ook veel ploegen zich aanpassen aan het systeem van Gent. Dat hebben we niet gedaan. Dus over het spel in het algemeen, ik vond... Ondanks de twee ploegen hebben niet zoveel kansen gehad. Misschien wij de grootste. Maar ik vond het een heel mooie tactische match. Van twee verschillende systemen. Eén die probeert aanvallend te zijn. De andere ook. En we hebben dus een mooie wedstrijd. Maar zonder te veel kansen te zien. Ik hoop dat de analyse gaat niet alleen maar draaien over de scheidsrechter. Ik heb dat nog nooit gedaan. En ik hoop dat vanavond niet alles gaat draaien rond dit element van scheidsrechter. Van penalty, geen penalty, rode kaart, geen rode kaart. Het was meer dan dat, die match. Het was meer dan dat. Oké, dankjewel Emilio Ferreira voor jouw analyse van de wedstrijd. En dan gaan we ook luisteren naar de analyse van de coach van AA Gent, Hein van Hazenbroek. Ik weet al wat ik mag zeggen en wat ik niet mag zeggen. Dus dat is al duidelijk. Eerst en vooral wil ik Leuven feliciteren voor hun manier van spelen. Duidelijk aangepast aan de tegenstander. Door, maar wel positief aangepast. Door hoog druk te gaan zetten. Dat doen ze niet iedere week. Ik heb alle matchen, toch heel veel matchen gezien van Leuven. Ik heb dit heel weinig gezien. Dus dit is wel aanpassen aan ons, maar op een heel positieve manier. Dus felicitaties daarvoor. Als je tegen een ploeg speelt die hoog druk zet, dan moet je één, durven uitvoetballen. Dan moet je mensen hebben die aanspeelbaar zijn. Dat was bij ons het geval niet. Ik heb in de eerste 10 minuten mijn schor moeten roepen om er een paar in beweging te krijgen. Wat eigenlijk heel spijtig is, want vorige week was het een stuk beter. Vandaag was dat weer helemaal weg. Uiteindelijk vond ik het een evenwichtige eerste helft met weinig kans. Zij krijgen een hele grote net voor de rust. Wij krijgen er ook een paar. Brecht, als Canoe er niet aankomt, denk ik, met zijn hoofd zit hij binnen. Voor die kans van Leuven nog. Dus het was evenwichtig. Ik kon leven met de gelijke stand aan de rust. Leven. Ik was niet tevreden, maar oké, het is al slechter geweest. Ik was meest ontgoocheld over onze start in de tweede helft. Als ik aan de rust vraag aan sommigen om scherper te zijn, om feller te zijn, en dan komen wij zo uit de kleedkamer, dan ben ik daar helemaal niet tevreden mee. Met als gevolg dat je een aantal kansen weggeeft, waar Mats ons recht houdt en waar Leuven in de eerste 10 minuten veel beter was dan ons, gevaarlijker ook, en terecht op voorsprong komt. Ik mag de goal niet meer herbekijken, want ik ga er ziek van worden. We staan met 6 man, denk ik, rond 2 van hen. En als je ziet hoe wij daar staan te verdedigen, dat is onvoorstelbaar. En dan heb je toch nog een moment dat je trots kan zijn op je team. Als je dan achterkomt 0-1. Hoe we dan gereageerd hebben in de laatste half uur. Ja, dat is hetgeen wat ik eigenlijk hoopte te zien van in het begin. Maar daar hebben we getoond dat we konden voetballen. Ook op een arsie slecht veld. Dit is het slechtste veld waar ik in heel mijn carrière heb meegemaakt, denk ik. Ik heb hier al slechte velden meegemaakt, maar nu is dat echt erover. Dit is echt, dit kan gewoon weg niet meer, want dit is gewoon... ondenkbaar. Als je erop loopt, val je bijna. Je moet opletten om je recht te houden. Ja, dan duwen we. Komen we met een heel mooi doelpunt terug. Hebben we nog een aantal momenten dat we hadden kunnen scoren. Met wat meeval. En ook zonder meeval. Ik denk dat we op het einde hadden kunnen winnen.
En dan was het verhaal van Leuven, het verhaal dat ik al vaak gezien heb. Heel goed gespeeld, heel goed begonnen. Fantastisch voetbal bij momenten. En deksel op de neus op het einde. Het is al vaak voorgekomen bij hen en het had eigenlijk vandaag opnieuw gekund. En oké, ik begrijp de mensen dat ze zeggen, we hebben al wat tegenslag gehad en het mag nu ook een keer meezitten. Dus ik gun hen dat ook. Ik vind dat Leuven niet mag zakken. Het is een ploeg die te veel kwaliteiten heeft. Ze hebben ook een toptrainer. Dus ik denk dat ze mogen niet zakken. Maar aan de andere kant had ik natuurlijk wel liever gewonnen vandaag. Oké, dankjewel.